je dat hij het hoger doet? Weet je dat hij het dieper doet? Weet je dat er meer is voor jou dan wat je nu ervaart of denkt? Weet je dat jij er echt toe doet? En weet je dat jij van waarde bent? En weet je dat jij een impact maakt, omdat hij door jou heen werkt? Ik stek mij uit naar u. Laat alles los, want u heeft meer dan wat ik denk. Ik kijk naar u. Er is één ding dat ik verlang: te zijn waar u bent, te gaan waar u zendt. Er is meer. Uw glorie, vul ons hart met heilig vuur. U
God, het kan maar gebeuren. Ik sta vast op de rots, ik zal niet wankelen. Want u bent mijn God, dat zal me treffen. Ik ben omgeven door u, ik zal niet twijfelen. Val ik? Val ik iedere keer, dan sta ik op. Duurt ik mij omhoog, roepen naar de top. Ik wandel in de liefde, roddel laat me koud, yeah. Uw woorden klinken door binnen in mijn ziel. Uw waarde staat bij mij elke dag opnieuw. Uw geest die in mij woont, het is een zekerheid. Het is uw woord en uw stem die mijn leven leidt. Want u bent mijn God, het kan mij gebeuren. Ik sta vast op de rots, ik zal niet wankelen. Zal me treffen, ben omgeven door u, ik zal niet twijfelen. Val ik, want val ik hier op keer, dan sta ik op. Duurt ik mij omhoog, roep me naar de top. Ik vergeef en het los wat me tegenhoudt. Ik wandel in uw liefde, roddel laat me koud, yeah. Uw woorden klinken door binnen in mijn ziel. Uw waarde staat me bij elke dag opnieuw. Uw geest die in mij woont, is een zekerheid. En die stem die mijn leven leidt. U bent mijn God, wat kan mij gebeuren? Ik sta vast op de rots, ik zal niet wankelen. Want u bent mijn God, wat zal mij treffen? Ik ben omgeven door u, ik zal niet twijfelen. Jubilee, fijn dat je er bent. Fijn ook dat je thuis kijkt online. Ik ben echt zo blij dat God goed is. Daar kun je deze ochtend mee beginnen. Voordat de dienst startte, wil ik een aantal mededelingen meegeven. De eerste is dat ze op 13 oktober de ondernemerslunch hier hebben. Vanaf 12 uur. Je kan je aanmelden via Eventbrite. En de afgelopen keer is dat zo fantastisch geweest. Ik ben er elke keer bij geweest en God doet daar machtige dingen. Weet je, het is, God houdt van ondernemingen. Omdat je met ondernemingen mensen dient. Zijn mensen dient. En ik geloof dat God nog veel meer heeft, veel meer in petto heeft voor alle ondernemingen die hier vertegenwoordigd zijn. Maar ook die buiten het jubilee zijn. Dus neem ook vooral mensen mee uit je kring van ondernemers die jij kent. Neem ze hier mee naartoe. Wim Kater gaat spreken. En Wim is echt een heel krachtige man. Hij is voorzitter geweest en CEO van CBMC, een christelijk business netwerk in Nederland. En ik heb Wim al meerdere keer meegemaakt. En wat hij op zijn leven heeft liggen, dat is heel krachtig. Daar wil je bij zijn. Ja. Die zondag daarna, op 15 oktober, is een doopdienst. Juist. Dus als jij nou denkt van, hey, die of die persoon, ja, die kan nog wel een goede wasbeurt gebruiken. Precies, 15 oktober is het moment. Nee, even zonder gekheid. Als je op je hart hebt om je te laten dopen, meld je dan bij info@jubilee.nl. Of als je mensen kent uit je omgeving die daar vragen over hebben, laat ze maar komen. Amen? Come on. Als laatste wil ik nog een woord met jullie delen. En het woord staat in Johannes 15, vers 5.
Zoals jullie weten, misschien weten, gaat het over de wijnstok. Jezus zegt daar: ik ben de wijnstok. U bent de ranken. Wij zijn de ranken. Jij en ik zijn de ranken. Hij zegt: wie in mij blijft en ik in hem, die draagt heel veel vrucht. Want zonder mij kan je helemaal niets doen. Zeg, niets doen. Zonder Jezus. Weet je wat krachtig is? Als je dat doorvertaalt naar worship, dan hoeven we niet te worshipen om in Jezus wijnstok te kruipen. Nee, we zitten er al lang in. We zijn al lang geconnect met die wijnstok. We hoeven het alleen maar te worship vanuit overflow. Vanuit het bewustzijn van: dank u Heer, ik ben al in u. U bent in mij. En hier ben ik. Ik geef me alles aan u. Amen. Als jullie willen staan en mijn naam willen bidden, zeggen: nodig Heilige Geest uit in deze plek. Zeg maar: Heilige Geest, hier ben ik vanochtend. Ik kijk er naar uit om u te ontmoeten. U bent welkom in deze plek. Ik stel mijn hart open voor alles wat u wil doen vandaag. Amen. Let's worship. Woehoe! Zullen we klappen voor hem in deze plaats? Koning Jezus! Woehoe! We geven u glorie. We geven u eer. Hey, we zijn gekomen voor u, Heer. Alleen op u gericht.
Vader, dank u dat u hier in ons midden bent. Prijs uw machtige naam, Heer. We zien u bent gezeten op de troon, boven elke andere naam verheven. Koning der koningen en Heer der heren. U komt toe alle glorie en eer. En u bent de leeuw en de lam. The God who comes to save is here to set the captives free. For who can stop the Lord? Our God is the Lion of Judah. He's roaring in power and fighting our battles, and every knee will bow. Our God is the Lamb, the Lamb.
the chains. And every knee will bow before the Lion and the Lamb. And every knee will bow before who can stop? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord? Stop, and who can stop the Lord? There is no one who can stop the Lord Almighty, and who can stop the Lord Almighty, and who can stop the Lord? Voor hem in deze plaats. Oh, make some noise for the Lord. Hey, maak een geluid voor jouw Heer. Hey, laten we zingen. Ik koning Jezus in aan de Heer van hemel en aard. Ik koning Jezus. Aan de redder van ik koning Jezus, ik koning Jezus, oh, hier aan de hemel en aard, ik koning Jezus, oh, hier aan de redder van. Er was een uur. Er was een uur dat aan het licht verdween. Toen dood zijn overwinning nam. De vorst van liefde gaf zijn leven in. O, het donker van die grote. Daar aan het kruis, zo, daar aan het kruis, gemaakt voor zondaren. Boete zijn bloed voor elke vloek. Een laatste adem en het was volbracht. Maar niet hoe iemand had vermoed. Op dat moment schudde de grond en verscheurde het doek. En in heel de hemel klonk een immens gedoek. Oh, yeah. Ik koning Jezus. Yeah.
Laten we hem aanbidden met onze hemelse taal. Riba basende, reba kana manu do salamande, ribi didista, riba sori meriniste, riba kano nonu do saremende, reba manu do salamandeste. Oh, want ik zal hem aanbidden met mijn verstand, maar ook met mijn geest. Sibra basse kerende, sibra bakando samarande sende, riba nondo sebra mando sta kestende. De mamma non do sereni de stara mando, de mando sterin di stara mando, de veri di stara mando rondo, kerin di sterin di ste. Sing it louder, de vasai alara mando so, re baka sterin di ste ala mando, re banana ne ste. Sing it louder, sebra mana no sarara di ste, de ri baka sterin di ste. Laat elke knie, laat elke knie buigen voor de koning. Laat elke tong belijden naar je zee. Verhef je stem, laat ons samen met de hemel zingen. Laat ons samen met de hemel zingen. Hij, oh.
Niemand zo mooi als u, want u bent hij. Oh, u bent hij. Heilige, u bent hij. Nog een keer elke knie, laat elke knie buigen voor de koning. Laat elke tong belijden, hij is een verheven stem. Laat ons samen met de hemel zingen. Oh, wat de Heer zegt, kom hoger mijn kind, kom hoger mijn kind. Want jij bent gezeten met mij, zegt de Heer. Gezeten in de hemelse gewesten, gezeten met mij, zegt de Heer. Thank you.
geef u glorie en aanbidding, Heer, in deze plaats waar u aanwezig bent, Heer. Het is niet zozeer het gebouw, Vader, maar u heeft ervoor gekozen om inwoning te maken in ieder van ons. En daar waar we bij elkaar komen als levende stenen, vormen wij het huis waar u uw inwoning heeft. En wij verklaren uw naam. En wij verklaren ook deze morgen, uw wil worden gedaan. Uw wil worden gedaan, zoals het is in de hemel, zo ook op aarde. En daartoe heeft u ons ook geroepen, Heer, om dat te verklaren, om dat vrij te zetten, om dat te proclameren. Uw wil worden gedaan, zoals het is in de hemel, zo ook op aarde. U bent onze voorzienaar, u bent onze geneesheer, u bent onze God, u bent de Almachtige, u bent onze herder, u bent onze gerechtigheid, u bent onze banier, u bent onze vrede. Heren, we geven u de aanbidding en de glorie van ons hart, Heren. Wij maken in de geest, creëren wij een atmosfeer voor dit land en voor deze provincie. Een plek waar uw geest ongehinderd en krachtig kan bewegen. Waar uw geest de buurten, de straten, de huizen schud, Heren, met uw liefde, met uw kracht, Heren. Oh, met uw aanwezigheid en een bewustzijn in de harten van mensen. Dat u leeft, Jezus. En dat u terugkomt, halleluja. Oh, u maakt deze tijd, maakt u ons en in dit land klaar, Heren, voor een machtig werk. Wat u wilt doen in ons midden en wat u wilt doen in dit land, Heren. We danken u voor de oogst. We danken u voor uw grote werk in ons leven. Ook vandaag, Heren, zeggen we, leid ons, Heilige Geest. Leid ons, Heilige Geest, in de volledige waarheid. Leid ons, Heren, in uw weg, opdat we met onze levens uw glorie en aanbidding mogen geven. Opdat wij u mogen eren, opdat wij u mogen verheerlijken. Wij geven u de glorie, wij geven u de aanbidding. Wij danken u voor het grote offer gebracht voor ons, Heren. Voor de overwinning reeds behaald. Jezus, u komt toe de glorie en de aanbidding. Zullen we hem een groot lofoffer geven? Jezus! Woo! Halleluja! Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Prijs de Heer. Wauw, ga even zitten. Wat een heerlijke tijd om te leven, amen. Deze boeiende tijden van vandaag. Geweldige tijden ook. Op dit moment natuurlijk gaande met de Greater Faith Conference in Ede. Waar God weer machtig ook spreekt en zijn woord voortgaat in grote vrijmoedigheid. Amen. Waar we ook zo dankbaar voor zijn. Dit soort dingen in ons land. Prijs de Heer. Wij zijn net terug van een week. We zijn een midweek geweest in Israël. Samen met het oudste team. Man, wat hebben we een bijzondere tijd gehad. Prijs God. We hadden een geestvervulde Joodse gids. Die ons eigenlijk helemaal door het land heeft meegenomen. Maar natuurlijk een kleine groep, daardoor konden we ontzettend veel plaatsen bezoeken. En het mooie was elke dag, om een beetje een beeld te geven, elke dag dan in de auto, dan begonnen we in gebed. En de gids zelf, dus ook geestvervuld, weet je, wij allen waren gericht op de Heilige Geest als gids. Amen. Dat was ook zijn gebed. Dat de Heilige Geest ons zou leiden. Dat Hij tot ons zou spreken. Dat Hij ons zou brengen op de plekken die vanuit Gods hart van belang zouden zijn, dat Hij tot ons zou spreken. En dat was ook werkelijk een ontzettend gezegende tijd. Een hele indrukwekkende tijd, dat kan niet anders zeggen. Het was de eerste keer dat we er waren. Maar ik weet zeker dat het niet de laatste keer is. Dat we deze plek hebben bezocht. En dat heeft niet zozeer te maken, zozeer van, weet je, wat een rijke historie er ligt. Alhoewel er een hele rijke historie ligt. Maar het heeft vooral te maken God heeft een verbond met dat land. En God heeft een verbond met dat volk. Wij zijn niet geroepen om Joden te worden. Begrijp je dat? Wij zijn de volkeren. Wij zijn geënt op diezelfde stam. In die olijfboom. Amen. Maar wat je daar ziet is een stuk. Wat je daar voelt en wat je daar ervaart. Is wel dat God daar een bijzonder plan en een bijzondere plek heeft. Halleluja. En het was boeiend om vanuit de schrift mee te worden genomen. Vanuit zoveel plekken. En zoveel momenten eigenlijk dat we mee werden genomen vanuit Gods woord. En op de een of andere manier gebeurde er iets geestelijks. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het onderschat had. Onderschat had om de impact wat het is om daar te zijn. Door de Heilige Geest geleid. Amen.
nogmaals, want ik heb zelf niet heel erg veel met bakstenen of archeologische opgravingen of dat soort dingen. Alhoewel het zeker een plek heeft. Maar ik heb onderschat eigenlijk wat een geestelijke dimensie daar is. En hoe geweldig het is eigenlijk. Wat hebben wij een gigantisch gezegende tijd daar gehad in Israël. Ik begrijp ineens waarom heel veel mensen naar Israël gaan. Nogmaals, je hebt ook heel veel onbalans daarin. Maar voor ons was het een enorm gezegende tijd. We hebben daar een heerlijke tijd met God gehad. Halleluja. Prijs de Heer. Met God is het altijd mooi, amen. Ook als je in Irak rondloopt, van bij wijze van spreken. Maar ik bedoel, in Israël was het gewoon ontzettend bijzonder om dat te zien. En onze ogen zijn in dat opzicht... Ik merk dat ik de Bijbel op een andere manier lees. Dus daar is iets gebeurd. Halleluja. En we gaan ook kijken hoe de komende tijd God het ook verder zal gaan uitwerken. Maar er zitten dimensies in God. Waar ik ook weer voelde dat alsof in ons team met God een soort dimensie heeft toegevoegd. In het kennen van God. Want daar hebben we het eigenlijk over hier. In het kennen van God. Het gaat niet zozeer om een cultuur, een volk, politieke situatie. Het gaat om het kennen van God. En als je dat dan in Israël, dan zie je daar iets. Dan maak je daar dingen mee. En dingen beginnen op zijn plek te vallen die gewoon bovennatuurlijk en geweldig zijn. Amen. Prijs de Heer. Ik wil ook even stilstaan bij het jeugdkamp wat op dit moment aan het afronden is. Halleluja. En de afgelopen dagen zijn de jongere jeugd, zou je kunnen zeggen, de tieners, net het voortgezet onderwijs en ietsjes ouder, die zijn een paar dagen weg geweest. Die komen vandaag, komen ze weer terug. Ik denk dat het zo belangrijk is, dit soort dingen. Ik ben zo enthousiast over het jeugdwerk en over de jeugdleiders die op zijn gestaan, ook dit jaar, en dit soort dingen vormgeven. Dat die jeugd mee kan worden genomen in de dingen van God. Dat is een van de dingen die we heel goed kunnen leren ook van de Israëlieten. Halleluja. En Gods instellingen. Hoe de jonge mensen al van een jonge leeftijd zo ontzettend worden meegenomen in de dingen van God. En dat is iets waar God zijn zegen op laat rusten. We leven in een wereld van heel veel impulsen. We leven in een wereld waarbij onze jonge lui, onze jonge tieners, hebben te maken met heel veel verschillende invloeden. En het is zo veel meer invloeden nog als dat wij hadden toen wij jong waren. Ik voel me nog steeds jong, amen. Wie voelt zich nog steeds jong? Amen, prijs de Heer. Ik zag een paar mensen, ik durfde een hand niet meer op te steken. Maar ook jij, je bent gezegend, amen. Maar het is geweldig ook en we verwachten ook daarin dat God weer een bijzonder werk heeft gedaan aan de harten van deze jonge tieners. En het is hartverwarmend eigenlijk om te weten wat daar gebeurt en dat dit allemaal zo vorm kan krijgen. En ik heb grote verwachting van wat de komende jaren nog gaat gebeuren op dat vlak. Prijs de Heer. Heerlijk. Wauw. Nou, wat ik nu wil doen, voordat ik Stefan wil introduceren. Ik ben ontzettend blij dat Stefan en Marloes in ons midden zijn vandaag om het woord te delen. Maar ik zal daar zoiets over zeggen. Maar ik wil iets delen over renmeesterschap. We hebben het over het thema vrijheid deze maanden. En God wil ook vrijheid en vrede brengen in onze financiën. Wat we willen doen... Hallo. Elke samenkomst willen we ruimte geven voor de principes van Gods woord. Ook waar het financiën aangaat. Zodat we mogen wandelen in de principes die God al zo lang... de eeuwige principes van God. En werkelijk mogen wandelen. Mogen ervaren wat het is om vrede te hebben in je financiën. Vrede in financiën. Ik wil vandaag even twee teksten met je lezen. De eerste staat in Galaten hoofdstuk 6. Vers 6. Eerst en dan vers 7. Dwaal niet. Of het is vers 7 en 8 geloof ik. Maar goed, dwaal niet. Zegt Paulus hier. God laat niet met zich spotten. Een hele confronterende tekst dit. Dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Als ik zoiets lees denk ik. Wow, nee, natuurlijk niet. God laat niet met zich spotten. Wat gaat hij zeggen? Hij zegt, wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Ik wil hem iets dieper trekken dan alleen, zeg maar, geven aan de Heere. Want geven aan de Heere is als zaad zaaien. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Jezus is daar heel duidelijk over. Maar wat een mens zaait, zal de mens ook oogsten, is in principe wat geldt in deze tijd, op deze aarde. Wij leven, zeg maar, in een... oorzaak en gevolg planeet, zou je kunnen zeggen. God heeft bedoeld, weet je, alles wat ik zou zeggen, alles wat er is, heeft een oorzaak. Amen. En dat is ook wat dit principe zegt. Wat een mens zaait, zal hij oogsten. Het mooie van dit principe is dit. Het is iets waarin we God niet kunnen bedriegen en onszelf ook niet voor de gek moeten houden. Vandaag de dag leef ik in de vrucht van datgene wat ik gisteren heb gezaaid. Gisteren, weet je, je snapt wat ik bedoel, niet per se gisteren, maar wat ik in het verleden heb gezaaid, dat brengt een oogst voort en ik leef vandaag in het resultaat.
in het resultaat van besluiten, van toewijding, van keuzes die ik heb gemaakt in het verleden. Sommige dingen, mensen zeggen wel eens, nee, dat is niet zo. Ik leef vandaag en er zijn heel veel dingen zijn mij aangedaan en daarom ben ik wie ik ben. Maar het punt is, God verlangt dat wij verantwoordelijkheid nemen voor ons leven. Er kunnen dingen gebeurd zijn in je leven, misschien is je afkomst is helemaal niet zo goed en je hebt moeilijke dingen meegemaakt. Maar dan nog heeft God jou zo krachtig gemaakt dat hij zegt, ja, maar wat jij zaait, dat zal jij ook oogsten. Als jij niet blij bent met waar je vandaag de dag zit. En dan heb ik het ook even over je financiën. Als jij niet tevreden bent, ook in jouw financiële situatie, met waar je op dit moment zit, dan is het tijd om andere keuzes te gaan maken. Andere keuzes te gaan maken. Een van de krachtige principes die ik heb mogen leren door de loop van de jaren, waar ik zeker in het begin helemaal niet goed had staan, waren de principes van rentmeesterschap. Ik maakte een potje van mijn eigen financiën. Ik was echt wel een gever. Ik bracht mijn tiende naar God en ik bracht mijn offers aan de Heer. Maar ik vergat dat er nog een ander belangrijk basis, fundamenteel principe is wat God heeft aan ons heeft gegeven als mens. Je bent een rentmeester. Je bent verantwoordelijk voor je financiële situatie. Hoe ga je met je geld om? Hoe ga je met je geld om? Het gaat niet alleen om het geven, alhoewel het geven is een heilig iets. Geven aan de Heer is het eren van de Heer. Maar het gaat er ook om, hoe ga je met de rest om? Hoe is het met je financiële situatie? Ben je iemand die alles opmaakt? Of ben je iemand die ook beseft, maar wacht eens even, God heeft me ook alle dingen toevertrouwd, zodat ik daarmee ook een veilig huis kan bouwen voor mijn gezin en voor mijn nageslacht? Heb je daar wel eens over nagedacht? Een visie voor je financiën ontwikkelen? Dwaal niet, God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten. Vandaag leef jij in de oogst van datgene wat in het verleden is gezaaid. En dat heeft ook te maken met keuzes van rentmeesterschap waar het onze financiën om aangaat. Jezus legt op een gegeven moment uit in Matteüs hoofdstuk 7. Dat een mens kan zijn huis bouwen op het zand of een mens kan zijn huis bouwen op de rots. En dan legt hij uit het volgende. Hij zegt, aan het begin je ziet helemaal geen verschil. Het lijkt van de buitenkant geen verschil. Allebei een huis, ze hebben allebei prachtig gebouwd. Hij zegt, je ziet pas het verschil als de storm komt. Als het moeilijk wordt. Als dingen ineens tegen je gericht worden. Hij zegt, dan pas zie je het verschil. Want dan zie je ineens dat op het moment dat de omstandigheden negatief worden, dan een huis wat niet gebouwd is op de rots, valt en stort in elkaar. En de ramp is groot. Hij zegt, maar als de storm en de regen slaat, ook op dat huis wat gebouwd is, maar het is gefundeerd op de rots. Hij zegt, het kan allemaal komen, de slagregen, de storm, de wind, maar het huis staat. En de vraag vandaag ook voor ons is, hoe zijn onze financiën ingericht? Hoe zijn jouw financiën ingericht? Geeft onze financiële structuur en onze financiële, hoe jij met je financiën omgaat, geeft dat glorie aan God? Is het een veilige plek? Lieve broer, lieve zus, mijn financiën zijn heel lang niet een veilige plek geweest. Waarom? Ik had tientallen duizenden euro's schuld. Maar ik kwam erachter dat het de wil van de Heer is dat wij schuldvrij zijn. En ik kwam erachter dat ik niet goed omging met mijn geld. Ik was te impuls gedreven. En ik schaarde het soms onder principes van geloof ook. Ja, dit kan wel, ja, dat kunnen wel. En God zal voorzien. Maar ik kwam erachter, ja, maar Bernhard, luister, je kan niet alles onder de kader. God zal voorzien. Jij bent verantwoordelijk voor de financiën. God zal voorzien. Maar jij zal wel eerst in je financiën, zul je orde op zaken moeten gaan stellen. Bernhard, ga je financiën zo inrichten dat het eer en glorie geeft aan God. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar zelf nooit uit was gekomen. Het was eigenlijk mijn vrouw Mirjam, die dat wel had meegekregen van huis uit ook. En die haar zaken zo op orde had, zo krachtige rentmeesterschapprincipes, die ervoor zorgden, zij kon doordringen tot mijn botte hersenen. Halleluja. Ik zeg het even zo om een stukje kwetsbaarheid ook te laten zien. Want de patronen die wij hebben in ons leven, die zijn soms enorm lastig te veranderen. Omdat we vastzitten in bepaalde patronen. En dan heb je iemand nodig waarvan je houdt. En iemand die dichtbij je staat. En prijs de Heer, dat kan zeker de Heilige Geest zijn ook vandaag. Maar je hebt soms wel mensen nodig. Ik was zelf niet financieel goed onderlegd.
Ik had wel economie gehad op school en zo, maar dat betekent nog niet dat je duidelijk weet hoe je met je financiën om moet gaan. En dat betekent ook nog niet dat je weet wat het betekent om je financiën zo in te richten dat het glorie en ere geeft aan God. Want het geeft glorie en ere aan God als ik een veilige haven kan creëren, financiële veilige haven kan creëren, voor mijn vrouw en voor mijn kinderen en voor mijn nageslacht. Dat is aanbidding aan de Heer. En Hij staat centraal in die financiën. Vers 8. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Als ik mij laat leiden door mijn impulsen, als ik mij laat leiden door mijn neigingen, als ik mij laat leiden door mijn eigen patronen, dan zal ik verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. Maar wie gaat volgens de weg van de geest, maar wie functioneert volgens de principes van de geest, die zal ook uit de geest het eeuwige leven oogsten. Het is niet alleen het eeuwige leven, want hier staat letterlijk van het leven na dit leven. Hier staat eigenlijk het eeuwige leven, het woord leven. Het Griekse woord zoe, zal het Godsoort leven oogsten. En dat eeuwige wat er staat, dat is het woord wat letterlijk wordt vertaald als eigenlijk zonder begin. Allereerst wordt het eigenlijk vertaald als zonder begin. Datgene wat geen begin kende, wat er altijd al was. Maar wat ook betekent altijd al zal zijn. Het Godsoort leven. Wij leven dit stukje tijd, leven wij op aarde. Hier in we leven voorbij het jaar 2000 en hier leven wij. Maar we begrijpen heel goed dat wij te maken hebben met een eeuwige God die voor de grondlegging van de wereld ons al bedoeld en bestemd had. En Hij heeft principes al voor de grondlegging van de wereld, ook rondom hoe wij met onze financiën omgaan. Je zou het niet geloven, maar de Bijbel spreekt over deze dingen, opdat wij daarin mogen wandelen. En als wij zaaien volgens die principes, en ik heb het niet alleen het geven aan de Heere, dat is een centraal onderdeel, absoluut. De Heer God heiligen in je financiën is een belangrijk ding. Maar ik geef God geen glorie als ik mijn financiën niet op orde heb en ik ga van schuld naar schuld en ik leef van impuls naar impuls en er staat geen geld op mijn rekening. En ik zeg, ja, de Heer zal voorzien en de Heer zal voorzien. Op een gegeven moment, de Heer zal niet voorzien. Op een gegeven moment moet je creditcard voorzien en de bank moet voorzien, want alles moet betaald kunnen worden. En als de storm komt, die zal komen. Jezus zegt het ook. Het punt is, we kunnen dwars door de storm heen gaan als je huis gebouwd is op de rots. Maar op het moment dat je je baan verliest, kan gebeuren. Of er gebeurt iets in de economie, want de economie van deze wereld is als een groot golfslagbad. Dan staan we in één keer, oh, wat overkomt me nu? Terwijl, als we functioneren in de principes van God, ook de stormen, de slagregen, het raakt ons huis niet. Het staat. Het staat. Onze financiën staan. Het is niet de bedoeling dat je leeft van salarisstrook naar salarisstrook. Omdat er anders geen geld is. Het is de bedoeling dat je leeft vanuit reserves. Dat je reserves hebt, dat je buffers opbouwt. Dat je de Heere ook daarmee dient. En zeg, Heere, kijk eens, alles wat u mij heeft toevertrouwd. Ik ga er op een wijze manier mee om. Het is niet de bedoeling dat wat je niet kunt kopen aan consumptiegoederen, aan allerlei dingen, tv's of auto's of weet ik veel, allerlei dingen waar je allemaal maar geld in steekt. Eigenlijk geld uitgeeft wat je nog niet hebt. Maar je wil het spul al hebben. En daarom ga je allemaal met je geld ga je al die kant op sturen met maandelijkse afbetalingen. En vervolgens moet je ook loten gaan kopen, want je hebt eigenlijk een soort bovennatuurlijk mammon nodig, een wonder nodig. Je hebt een mammon wonder nodig, omdat ja, het zou wel fijn zijn als al die afbetalingen in één keer achter de rug zouden zijn. Als ik ga in het principe van geen gezond beheer over mijn financiën en ik begin vanuit mijn impulsen te leven en ik begin lening na lening af te sluiten en mijn creditcardschuld. Lieve broer, lieve zus, ik ben er allemaal geweest. Hè? Ik was helemaal taxed out met mijn creditcards. Ik had op een gegeven moment BKR-registratie allemaal. Na zoveel jaar is gelukkig de BKR-registratie er vanaf. Maar ik stond geregistreerd. 1 groot potje ervan. Gemaakt. Dus ik voel dat ik recht van spreken heb, ook als ik dingen confronteer. Want die dingen moesten in mij geconfronteerd worden. Want God verlangt vrijheid. Vrijheid in je financiën. Vrede in je financiën. Er was geen vrede in mijn financiën. Ik wilde dat de Heere voorzag. Heere, u voorziet. U bent toch de Heer Jehovah Jireh. En Hij is Jehovah Jireh. Maar het is niet zozeer dat we elke keer weer dat we een soort hendel, de hemelse hendel moeten naar beneden moeten trekken van Heere, zend u geld of zo. Nee. God heeft je talent gegeven, hij zal je wijsheid geven en Hij heeft principes gegeven. En als je functioneert in die principes, zul je merken dat je oogst zal overvloedig zijn en je financiën zal gezond zijn. En er zal vrede zijn en er zal veiligheid zijn. En je zal de Heere uw God groot maken.
En je zal hem kunnen eren, omdat je denkt, wauw, het is zijn wijsheid die me gebracht heeft in deze plek van financiële vrede en financiële vrijheid. De principes soms van ook van, ja, God verlangt dat het je goed gaat en dat het je wel gaat. En dat is absoluut waar. Jezus zegt, ik ben gekomen dat je leven hebt en dat in overvloed. Kan ervoor zorgen dat we ook soms, dat het, als we een verkeerd hart hebben, voedt het alleen maar de hebzucht. Het voedt alleen de hebzucht en het trekt ons weg van de dingen van God. Dat is een gevaar. Maar als we ons hart op de juiste plek hebben, dan begrijpen we deze principes en zien we dat onze financiën en alles wat we zijn en alles wat we hebben, is tot eer en glorie van Hem. Is tot eer en glorie van Hem en zijn werk. Spreuken 28 vers 20 als laatste tekst. Een betrouwbaar man heeft talrijke zegeningen. Maar wie erop aast om rijk te worden, zal niet voor onschuldig gehouden worden. Zie je wat hier staat? We gaan nog een keer lezen. Een betrouwbaar man heeft talrijke zegeningen. Wat betekent dat? Overvloed aan zegeningen. Maar wie erop aast om rijk te worden, snel rijk worden, die zal niet voor onschuldig gehouden worden. Anders gezegd, als het verlangen in mijn hart is dat ik snel rijk wil worden, zal ik automatisch in dingen komen die overtredingen zijn. Ik kom in dingen, niet zozeer misschien wetmatig, mag ik hopen, juridisch, dat je een strafblad krijgt of zo, maar zeker geestelijk. We gaan dingen doen die niet in lijn zijn met Gods gedachten. Dit geeft mij ook iets. Verlang niet. Sommige mensen zitten in ellende in hun financiën. Ik merk dat God zal je enorm helpen op het moment dat je bekeert van verkeerd management, verkeerd rentmeesterschap van je financiën. Je zegt, Heere, u heeft mij alles toevertrouwd, ook de afgelopen jaren, en ik heb er een potje van gemaakt en ik ga het vanaf vandaag anders doen. Je zal merken, de genade van God is beschikbaar daar om jou te helpen om er helemaal uit te komen en dat je financiën weer veilig en gezond gaan worden. Echt waar. Maar één ding moet je vanaf, dat snel rijk worden en alles snel willen doen. Geef het de tijd. Geef het de tijd. Neem verantwoordelijkheid, los al je schulden af. Begin God daarvoor te geloven. Eer God met je financiën, maar eer God, weet je, ik geloof zo sterk in de principes van tienden en offers. Ik heb het in mijn eigen leven zien werken, onmiskenbaar. Tienden en offers, maar het fundament van tienden en offers is gezond rentmeesterschap. Gezond rentmeesterschap. En wat staat er dan? Een trouw mens. Een mens die trouw is in zijn financiën. Hoe wordt trouwheid bewezen? Een betrouwbaar man. Hoe wordt het bewezen? Over tijd. Trouw wordt bewezen over tijd. Alleen de tijd. Dat betekent iets langdurig goed doen. Amen. Dan weet je, hij is betrouwbaar of zij is betrouwbaar. Zij of hij doet iets langdurig, elke keer goed en stabiel. En dan zeggen wij, die persoon is trouw. Je kan niet zeggen, iemand die heeft één dag heeft iets goed gedaan, zeggen, zo, dat is een betrouwbaar of een trouw persoon. Nee, dat wordt pas bewezen na verloop van tijd. En God verlangt dat we zo met onze financiën omgaan, dat wij op langere tijd en langere duur, dat we zeggen, Heere, ik bouw mijn leven op de eeuwige principes van uw woord, op de eeuwige principes van het meesterschap om uw eer en glorie te geven. En ik ben daarin gestadig en ik ben daarin gedisciplineerd. En ik doe het vanuit uw genade. Ik doe het niet uit eigen kracht als zodanig, maar ik doe het in samenwerking met u en met de leiding van de Heilige Geest. En dan een betrouwbaar man of een trouwman. A faithful man shall abound with blessing, zegt de Engelse Bijbel. But he who hastens to be rich will not go unpunished. Dus diegene die haastig is om rijk te worden, zoek niet haastig rijk te worden. Maar geef de Heere ruimte. Heilig jezelf. Heilig je financiën. Heilig je financiën. Hier is zoveel over te zeggen. Maar goed, we gaan hier nog veel meer over zeggen, want anders haal ik alle tijd van Stefan weg. En Stefan heeft een woord van de Heer wat we vandaag willen ontvangen. Amen. Dus als wij de Heere geven, laten we als zodanig geven. Niet beseffend, oh, ik geef mijn tiende, ik geef mijn offers, prijs de Heer. Nee. Ik geef mijn tiende, ik geef mijn offers om u te eren. Maar Heere, het is een deel van het grote leven. Mijn hele financiën behoort u toe. En in alles, hoe ik alles organiseer, zal het eer en glorie geven aan u. Zal het eer en glorie geven aan u. Onze uitgaven, of datgene wat we apart zetten, geeft eer en glorie aan u, Heere. Laten wij op die manier geven aan de Heer. En je zal merken, de Heer is trouw. En je zal merken, als jij trouw bent met de Heer, zal de Heer zich altijd trouw betonen met jou. En je financiën worden gezond, het wordt veilig en er zal vrede zijn in je financiën.
Er zal geen tekort zijn, zelfs als de stormen komen van deze wereld. Zal er geen ellende zijn in jouw huis. Want je hebt je financiën zo ingericht dat het eer en glorie geeft aan God. Amen. Prijs de Heer. Zo willen we elke keer een kort principe bij, een principe bij je neerleggen om je in deze dingen te helpen. Amen. Ik ben zo ontzettend dankbaar dat we vandaag Stefan en Marloes in ons midden hebben. Kom eens even erbij staan, Stefan. Zullen we eens even een applaus geven hier? Prijs de Heer. Prijs de Heer. Stefan is een vuurvreter. Maar hij is ook iemand met een enorm hart. Weet je, zo'n hart voor God. Hij is iemand met vrijmoedigheid. Maar ook iemand met een ontzettend zacht hart voor de dingen van God en de dingen van Gods geest. We zijn ontzettend blij dat hij in ons midden is. Hij heeft een rol binnen Frontrunners, waar hij verantwoordelijk is voor de voltijds Bijbelschool. Hij werkt er al een paar jaar nu. Is daarmee ook een grote zegen, ook voor Frontrunners. Hij heeft dat echt ervaren. Hij heeft daarvoor 6 jaar lang voorganger geweest. Hij weet goed wat het is om leiding te geven aan een gemeente. Heeft ook een hart voor de gemeente. Hij heeft een hart voor de gemeente en voor Gods werk op elk gebied en voor het koninkrijk. Hij is er vandaag samen met zijn vrouw Marloes. Ze hebben nog 2 kinderen, hebben jullie? Yes. 2 kinderen hebben ze. En een jongen en een meisje? Nee, 2 jongens. 2 jongens. Ik zat bijna bij alles goed, merkt je dat? Maar net... Ja, bijna. Het gaat de goede kant op. Ik ga de goede kant op, amen. En ze wonen nog in Noord-Holland op dit moment. Maar we zijn dus ontzettend blij dat ze zo actief kunnen zijn, ook in het zuiden van het land. En we willen ontvangen wat de Heer op zijn hart heeft gelegd. We willen een zegen over jullie bidden, Stefan en Marloes. Vader, we willen u zo ontzettend danken voor uw hand op dit koppel en op dit gezin. We willen u danken, Heer, hoe zij zo zichzelf elke keer hebben overgegeven aan u, om door u geleid te worden, om in uw dienst te kunnen staan, om daar waar u maar zegt dat zij zullen gaan, opdat ze daar zouden gaan, Heer. En daar hebben ze elke keer antwoord aan gegeven. Ik dank u weer, zoals net gezegd, the faithful man shall abound with blessing. En daarom zullen deze mensen, Stefan en Marloes, ook overvloedig zijn in zegeningen. Vader, ik dank u voor hoe u ze gebruikt. Ik dank u voor de boodschap die u elke keer in zijn hart legt. Ik dank u voor zijn passie om het koninkrijk te bouwen. En ook anderen te helpen, te trainen, klaar te maken voor het werk waartoe u ze geroepen heeft. Iemand die discipelt. Iemand die anderen aan de hand meeneemt. Iemand die ziet de potentie en de waarde in anderen om hen te brengen in die plek waar God ze toe heeft geroepen. Vader, ik prijs u voor de bediening die rust op zijn leven. We zegenen hem. We ontvangen hem. We zijn dankbaar voor hen, heren. En zo willen we ontvangen ook vandaag het woord wat u in zijn hart heeft gelegd. Dat hij mag delen, heren, uit de bron van zijn wezen. Uit de rivier die stroomt vanuit zijn geest. Vader, we ontvangen uw woord. We ontvangen uw dienstknecht en dienstmaagd in de naam van de Heer Jezus Christus. En het volk van God zegt, amen, amen. God zegen. Prijs de Heer. Dat is nog eens een introductie. Prijs de Heer. Dankjewel voor dat ik hier mag zijn. Dus genieten. Inmiddels zijn we ook al 1.5 jaar aangesloten als leden van deze kerk. En ook al kan ik er niet zo vaak zijn, voel ik in mijn geest de connectie. En ben ik helemaal geconnect met wat God doet in Nederland. En ik geloof dat het iets is wat ook in Jubilee, juist ook vanuit Jubilee gebeurt in Nederland. En ik wil gewoon graag geconnect zijn met een gemeente waarin de kracht van de Heilige Geest en waarin het leven van God en alle principes van het woord gepredikt worden zonder enige compromis. En daarom, dat is de kerk waar ik me wil aansluiten. Als de kerk niet datgene preekt, dan snij ik me los en dan ben ik er niet. Weet je wat, ik geloof gewoon, ik wil in een huis zijn waar het woord van God en waar Jezus Christus centraal staat en waar hij regeert en waar hij beweegt door de kracht van de Heilige Geest. En ik geloof dat ik hier sta, omdat dat is wat er aan de hand is. En wat is dat wat hier gebeurt. Dus ik heb er enorm veel zin in. Ik heb onwijs iets ontvangen vanuit de Heilige Geest voor deze morgen. En daar wil ik jullie graag in meenemen. Maar ik wil beginnen met Spreuken 4, wat ook uiteindelijk uit het rentmeesterschap, maar ook het laatste lied wat we zongen, over er is geen tegenstand. Er is geen tegenstand. Weet je, er is genezing in ons leven. Yahweh Rapha, de Heere die geneest. En de Bijbel zegt in Spreuken 4, vers 23, daar zegt de Bijbel, wie het woord aanvaarde,
Wie het woord aanvaarden, zij zullen het leven ontvangen. En hun lichaam zal van ziel, geest, zal helemaal worden hersteld in dat, door het woord. Als wij ons onderwerpen aan dat woord, zal dat ons deel zijn. Dan zal het een bron van leven zijn in ons. Dus als wij daarin zullen zijn, dan zul je zien dat vandaag, door de kracht van het woord, niet door de kracht van de prediker, niet door de kracht van wat dan ook, welk lied wat we gezongen hebben, maar door de kracht van het woord. Want Jezus is gekoppeld aan het woord van God. En als jij dat ontvangt en eert, dan zal het leven zijn voor wie ze aanvaarden. En ze sterken, ze maken je sterk en vitaal en vol van kracht, vol van wijsheid. En het zal genezing zijn op elk gebied in jouw leven. En we zijn bezig met het thema vrijheid. I love it. Want ik geloof dat God, Gods grote verlangen is, is dat de kerk van Jezus Christus in volle vrijmoedigheid, zonder schroom, zonder smet, zal regeren in deze plaats. Amen. Wat we nodig hebben, is een kerk die regeert. Is een kerk die weer in de poorten gaat staan, zoals de Ecclesia zegt. Ze zullen regeren, een regerende vergadering, die vanuit dat Nederland zal sturen. Wij hebben niet nodig dat wij naast de overheid gaan staan. Wij zijn gewoon de regerende vergadering, omdat God er zo naar kijkt. Omdat God er zo naar kijkt. Dus als wij onszelf gaan zien dat wij nog steeds afhankelijk zijn van politiek, dan zitten we niet op de goede plek in ons denken. Ik geloof dat het goed is dat je gaat stemmen. Hartstikke goed. Ik zal het iedereen aanbevelen. Maar één ding, de politieke partij zal Nederland niet veranderen. Het zal zijn de kerk die zonder smet en rimpel zal opstaan en zal bewegen en uit hun roeping en bestemming zal gaan wandelen in vrijheid. Dat zijn de kinderen die regeren en vanuit koningschap Nederland zullen gaan veranderen. En de kerk zal moeten beseffen dat dat is wat nodig is in Nederland. Halleluja. En ik merk dat, ik ben nu denk ik inmiddels al 18 jaar gelovige. En eigenlijk van het begin af aan heb ik, vanaf het eerste moment dat ik tot geloof kwam, heb ik zo'n diepe aanraking vanuit de Heilige Geest ontvangen. En ik ben ook heel radicaal bekeerd. Er is een hele radicale bekering in mijn leven geweest. Maar dat is niet zonder horten en stoten gegaan. Ik heb heel diep gezeten. En elke keer merkte ik, en wat ik om me heen zie, en in de kerk, en terwijl ik de kerk aan het bouwen was, en in samenkomsten sprak, of juist in jeugdgroepen kwam, of op conferenties kwam. Weet je, overal werd het woord gepredikt, maar op de een of andere manier zag ik mensen uiteindelijk niet in hun bestemming komen. En de ene grote vraag in mijn leven is gekomen toen ik al die tijd heb geobserveerd en gezien en mee heb mogen lopen met al die mooie mannen van God, heb ik me sterk afgevraagd, wat is allereerst de boodschap op mijn leven? En ten tweede, hoe komt het dat mensen niet in hun roeping en bestemming komen? Hoe komt het dat mensen het volle potentieel wat ze hebben, dat dat niet echt naar boven komt en dat ze daarin schitteren en stralen? En hoe komt het dat mensen die in de bediening staan, hun dienst niet ten volle afmaken? Wat is dat? Dat heb ik mij sterk afgevraagd. Wat is het dat als ik in jullie leven ga kijken, en alle potentie die er is in jullie leven, ik geloof gewoon niet dat deze kerk, al die mensen die hier zitten, dat als hun allemaal in hun volle potentieel zouden wandelen, dan zal deze kerk niet zijn zoals deze kerk nu is. Want dan hadden er al 40 filialen geweest. Dus iets is er wat ons weerhoudt om uiteindelijk te wandelen in datgene wat God voor ons heeft.
Er zijn dingen die ons wegtrekken om uiteindelijk vol te gaan voor datgene wat God op je leven heeft gelegd. Ik kan me niet voorstellen, als er hier profeten komen, dat ze allerlei woorden over jullie uitspreken. En al die woorden prachtig zijn. Ik heb er zoveel gehoord over mensenlevens. Ik heb over mijn eigen studenten in het verleden, heb ik alle profetische woorden. Maar ik weet, voor sommigen weet ik het nog. Maar ik zie dat ze er niet in wandelen, terwijl dat we nu 12 jaar verder zijn. Wat is dat? Wat zijn jouw profetische woorden? Wat heeft God over jouw leven gesproken? Wat heeft God aan talenten in jou gelegd? Wat heeft God aan al die prachtige principes in jouw leven gelegd? Al die jaren. Ik geloof dat het komt. En ik heb er antwoord op. Een van de sleutels die in de kerk van Jezus Christus niet goed staat, is het fundament van bekering. Hebreeën 6 zegt heel duidelijk dat er bekering en berouw is onderdeel van het fundament. En hij zegt, we moeten niet teruggaan naar de beginselen van het woord, maar soms is het goed om terug te gaan naar het beginsel van het woord, om uiteindelijk op te pakken datgene wat God voor jouw leven heeft en daarin door te stoten. Bekering is de sleutel. Als je dat gaat pakken, dan ga je doorstomen. Als je het pakt. Alleen de voorganger is enthousiast. Zelfs mijn vrouw is niet enthousiast. Ik zie zoveel mensen met potentie. Die uiteindelijk, of sommigen gewoon niet meer geloven, afgestapt zijn van hun geloof. Ik zie mensen vast in allerlei patronen, vastgesplit in allerlei eigen bedenkseltjes en allerlei misleidingen. En vervolgens hebben ze nooit die kroon gedragen die God op hun leven heeft gelegd. Die kroon waarbij de goede tierenheid heeft ons gekroond. We zijn gekroond met goede tierenheid en met trouw. Halleluja. En ik geloof dat je vandaag gaat losgebroken worden. Als jij zegt, ik wil in mijn bestemming gaan wandelen. Ik wil gelanceerd worden in datgene wat God voor mij heeft. Dan is de mogelijkheid vandaag om daarin gelanceerd te worden. Daarom begon ik. Als je het woord van God aanvaardt, dan zal het leven zijn voor wie ze aanvaarden. En je zal helemaal hersteld worden in datgene wat God op je leven heeft gelegd. Maar dan moet je wel bereid zijn om met mij naar binnen te kijken. Moet je niet hier in je verstand gaan zitten vandaag. Want als je vandaag hier zit, dan ga je hem niet pakken. Want dan ga je niet met me mee. Want ik ben een man van hier. Daar heb ik voor gekozen. Ik ben misschien niet die prediker die de perfecte woorden uitspat. Maar ik ben de prediker die vanuit mijn hart en vanuit mijn geest wil preken. Daar heb ik een beslissing voor gemaakt. God zei, ga op het altaar. Leg jouw trots neer. Leg alles wat jij moet neerleggen. Leg het neer. En ik zal vanuit dat gaan spreken door jou. Dus kom vanuit je hoofd en ga naar je hart. Jezus predikte bekering. Jezus was degene die bekering predikte voor iedereen. Hij zegt, het koninkrijk van God is nabij gekomen. Bekeer je. Want het licht is gekomen en de duisternis heeft moeten wijken in de machtige naam. En bekeer u om los te komen uit de duisternis naar het wonderbaarlijke licht. Uiteindelijk zijn handelingen, want sommige mensen denken, ja, maar bekering is niet meer voor vandaag. Want ja, we zijn al een nieuwe schepping en dan hoef je geen bekering meer te preken, want je moet preken dat je in Christus bent. En dat geloof ik, met heel mijn hart en met heel mijn ziel en met alles wat in me is. Maar als het fundament van bekering niet goed staat, dan is er geen nieuwe schepping of komt die nieuwe schepping niet naar boven. En mensen zeggen ook altijd over bekering, ja, je moet geen bekering preken, want ja, je moet gewoon vernieuwing van denken preken. Nou, er is geen vernieuwing van denken als je niet losgebroken wordt van de leugen. Dus dat is belangrijk. En ook in Handelingen 26, vers 17 en 18, is een hele belangrijke tekst.
En dan zegt Paulus, en ik zal u verlossen van dit volk van de heidenen. Maar wie ik nu zend om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God. Oftewel, hij predikt daar bekering aan het gehele volk. De uitstorting van de Heilige Geest was al eerder, toch? Dus bekering heeft een belangrijke plek in het lichaam van Christus. En als wij niet begrijpen hoe bekering werkt, dan zullen we nooit vat krijgen in ons leven op wat God door ons heen wil doen. Omdat we dan niet kunnen regeren vanuit dat. We gaan terug naar Genesis. Genesis 3. Om het principe bekering te laten zien. We gaan terug naar Genesis 3 vanaf vers 1. Hij zegt dan, van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw. Behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden om van de vruchten van die boom te eten en zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. Dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. En de vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte van haar paar vruchten en at daarvan. Ze gaf ook aan wat haar man, die bij haar was, en at er ook van. Toen ging hun beide de ogen open en merkte ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er een lendenschort van. Toen de mens aan zijn vrouw de Heer in de koelte van de avond door de tuin hoorde wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben. En daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde, de vrouw die u mij gemaakt hebt om mij terzijde te staan, heeft mij de vrucht van de boom gegeven. En toen heb ik van haar gegeten. Wat gebeurt er? Hier zit een patroon in. Een patroon wat de duivel altijd gebruikt, of als het moment dat de leugen binnenkomt in jouw leven, begint een systeem te draaien, het systeem van de macht van de zonde. Het systeem van de macht van de zonde begint dan in zijn werking te gaan. En wat gebeurt er? Eerst geloofde de mens de leugen. Vervolgens zie je dat er een daad kwam. Ze at van de vrucht. Uiteindelijk komt de confrontatie met de Heer. En wat er volgt is schaamte. Schaamte. Wat heel belangrijk is. Mensen, wij hoeven de duivel niet te aanbidden. Gaan we niet doen. De duivel is een viezerik. De duivel moeten we helemaal geen enkele eer geven. Maar één ding moet je heel goed beseffen. En dat is dat de duivel al 6000 jaar de mens heeft geobserveerd en precies weet waar jouw zwakke plekken liggen en precies weet wat hij moet doen om jou daar te krijgen, zodat jij weer in de leugen gaat trappen. En het eerste wat de duivel doet, is dat hij jou het gevoel laat geven dat je iets nodig hebt, terwijl dat je eigenlijk niks nodig hebt. Hij creëert door de leugen een leegte in je. En dat gaat heel erg sluw. En door die sluwheid komt er een gat in je. En daardoor komt de begeerte, begint er een begeerte te komen. En daardoor ga je iets grijpen, omdat je denkt dat je niets hebt. Terwijl dat de Bijbel zegt, ik heb jou gezegend met alle geestelijke zegeningen.
Ik heb jou geroepen bij je naam en jij bent mijn kind. Maar op de een of andere manier, omdat wij mensen zijn, zitten we soms thuis, voelen we ons eenzaam. En wat er gebeurd is, is dat we iets grijpen waar we van denken dat we het nodig hebben. Kan controle zijn, kan pornografie zijn, kan noem het maar op. Kan van allerlei dingen zijn die spelen in ons leven. Kan geld zijn. Omdat we denken, we stappen uit het vertrouwen in God en onderwerpen ons aan een leugen. En wat er dan gebeurt, er begint een proces in ons leven in te dalen. En wat is dat proces? Dat proces is allereerst, als we dat dan gedaan hebben, dan voelen we ons vies, dan voelen we ons veroordeeld en begint het oordeel in werking te trekken. En wat gebeurt er dan? Dan komt er als ware schuld en pakt je vast. Heel veel mensen die ik tegenkom en waar ik voor bevrijding heb gebeden, of in de gesprekken die ik heb gehad, is altijd schuld de diepe wortel. Daaronder zit nog oordeel, omdat ze denken dat ze straf hebben, dat God ze niet mag, dat God ze niet meer wil, omdat ze fouten maken. En daardoor komt de schuld. En schuld houdt je gevangen. En schuld is de broedplaats waarin zoveel meer van die zonden en van die patronen, en waardoor die leugens opbouwen, en waardoor langzaam jouw identiteit helemaal kapot wordt gemaakt. Je wordt helemaal ontmanteld van datgene wat God op jouw leven heeft gelegd. En wat er dan gebeurt, en dat is misschien nog wel het allerergste, dan komt er een kleed van schaamte overheen. En onder die schaamte ga je helemaal kapot. En ik noem dat de vloek over iemands leven. En vloek, waarom werd de doornenkroon op zijn hoofd gezet? Dat was de vloek. En de kroon die wij eigenlijk moeten dragen, is een doornenkroon geworden. Maar dankzij Jezus Christus en verder in Genesis 3, zie je dat Jezus al zegt, de belofte, dat hij de slang, dat hij iemand zal zenden, dat hij een vrouw zou geboren worden, die uiteindelijk de kop van de slang zou vermorselen. Die elke vloek zou verbreken in de naam van Jezus. Hij was het degene die zich ontmantelde en zei, ik ben zichtbaar. Ik scheur mijn kleden en ik pak de doornenkroon en ik zet het op mijn hoofd. Oftewel, de schuld, de vloek die is op jou gelegd, is helemaal ontmanteld. En het bloed van Jezus heeft ons vrijgekocht van elke zonde, de macht van de zonde en alles wat ons tegenhoudt om daar te wandelen, om vanuit de liefde van God op te staan en te bewegen. Liefde is dat ding. De Bijbel zegt, hij heeft al zo lief deze wereld gehad en hij is gekomen om zijn liefde te brengen. 1 Johannes 4 zegt, is dat uiteindelijk de liefde drijft alle vrees uit. Wat is die vrees? Het is de diepe leegte van binnen. En de diepe leegte van binnen roept om te controleren, te manipuleren. Uiteindelijk te grijpen naar dingen waar je niet naar moet grijpen, die uiteindelijk jou in het slot zetten. Ik weet dat wij, toen wij kinderen kregen, toen Marloes voor het eerst zwanger was van Joshua, wij lagen gezellig te praten en op een gegeven moment kwamen we op het feit, ik was nog heel erg op zoek naar mijn roeping, bestemming, en waar gaat God me nu brengen? En ik heb een opvoeding gehad, ik heb verschrikkelijk lieve ouders, ik ben heel dankbaar voor ze. Maar er waren heel veel mislukkelingen. Zoals wat hij net openlijk deelde, er waren heel veel financiële zorgen. Maar bij mij was het dat er diepe afwijzingen en minderwaardigheid in mijn leven waren. Wat ervoor zorgde dat ik niet consistent was en dat ik niets afmaakte. En dat alles eigenlijk in de soep liep. En dat ik eigenlijk, menselijk gezien, hadden de leraren, niet de doktoren, maar de leraren hadden mij opgegeven. Geen probleem, God is met me. Maar ik weet dat wij samen, wij waren toen 4 jaar getrouwd. En erg op zoek van, Heer, waar wilt u ons hebben? En wij lagen op bed. En wij lagen te praten. En de Heilige Geest, er was iets in mij
dat ik merkte, ja, maar waarom die mislukkeling? Ik ben klaar met die diepe pijn. Ik ben klaar met die afwijzing en minderwaardigheid in mijn leven. Maar ik wist gewoon, ik wist wel waar het vandaan kwam, maar elke keer kwam het terug. En ik weet nog dat we lagen op bed en ik ging op mijn knieën zitten of ik ging staan. Ik weet niet meer wat er gebeurde. Maar één ding zei ik, ik ben nu klaar. Ik wil die vloek nu breken over mijn leven. En ik weet dat er toen een enorme doorbraak, gewoon terwijl we samen in het bed lagen. Ik begon te huilen en zij troostte mij en we begonnen gewoon het leven van God erover uit te spreken. En ik weet dat het vanaf die dag is er iets gebeurd in mijn leven waardoor ik los ben gebroken uit die vloek. Hij refereerde net, de pastor Bernard, die refereerde net al aan dat afwijzing is niet met heel veel gesprekken op te lossen. Minderwaardigheid is niet met heel veel gesprekken op te lossen. Het is goed om in gesprek te zijn. Het is goed om emoties te uiten. Allemaal helemaal prima. Maar het zal niet oplossen. Afwijzing en minderwaardigheid zijn dingen waar je van moet bekeren. Het is iets waarvan je uit los scheurt. Waarom? Het is de broeiplaats van schuld, oordeel en het niet mogen zijn. Het is een leegte waarin de duivel nog steeds een voet heeft om jou te vertellen dat het niet goed genoeg is. Maar de Bijbel zegt is dat wij de autoriteit hebben gekregen om alles af te sluiten in ons leven. Waarom? Wij zijn een regerende vergadering. Jij regeert omdat je een koning bent geworden en je bent hoog verheven, samengezeten met Jezus Christus. En hij is voor ons aan het kruis gegaan en hij is opgestaan uit de dood. En door de geest van God ben ik ook opgestaan uit de dood. En daardoor worden de poorten gesloten. Maar als wij het laten zitten, dan verandert er niets in ons leven. En dat is het hele punt. Omdat er schaamte overheen hangt, blijven mensen maar rotzooien, gooien ze een geestelijke saus overheen en dan lopen ze, ik ben een nieuwe schepping, ik ben een nieuwe schepping. Ik zou er nog bijna geen muziek bij zetten. Voor het riedeltje. Maar als jij heel diep van binnen weet dat het fundament niet goed is, kun je toverspreuken uitroepen totdat je een ons weegt, maar het zal je niet veranderen. Het woord van God werkt vanuit het diepste van je hart. En in het diepste van je hart zal er een zuiverheid moeten komen, niet door je eigen werken, maar door de geest van de Heer die door jou heen werkt. Ezechiël 36 zegt, is dat er eerst een stukje begint met, reinig je dan van alle afgoden, reinig je dan van alles waar je naar gegrepen hebt, omdat je dacht dat God je niet alles gegeven had. Maar je hebt gepakt naar allerlei afgoden, reinig je daarvan. En dan zegt hij, ik zal het oude versteende hart uit je binnenste trekken. Ik zal een nieuw hart van vlees in je binnenste leggen. En vervolgens, hij zal maken dat je naar zijn inzettingen wandelt. Halleluja. Halleluja. En dat betekent dat er iets open moet gaan in je leven. Dat betekent dat je hart, dat wat hier zit, niet wat hier zit. Ja, ik weet het al. Dan zeggen ze, ja, ik zei het pas bij de Bijbelstudenten. Bijbelschoolstudenten. Ik begon met te preken over bekering. Ik zeg, wie weet het onderwijs van bekering al? Iedereen stak zijn hand op. Ja, ik weet het al. Ik zeg, oké, kom maar. Hier heb je mijn Bijbel, preek maar. Ja, toen werd het toch even lastig. Want wanneer weet je iets, als je het weet dat je weet dat je weet? En dat als ik jou morgen wakker maak, dat ik jou een Bijbel geef en je kan het preken. Dan weet je het. Want dan zit het echt in je geest, want dan ben je scherp. Dan is het woord, dan kun je waakzaam zijn. En heel veel christenen hebben een geestelijke saus over hun hart gegoten. En ik geloof dat God vandaag wil zeggen, we gaan die geestelijke saus, gaan we niet meer een geestelijke saus laten zijn. Ik accepteer het niet meer. Ik wil komen in het hart. God wil opwekking doen door deze plaats heen. Ik weet dat dat de gebeden zijn, dat het de roep is vanuit hier. Maar ik geloof dat opwekking kan alleen vanuit de geest van God komen, vanuit het hart. Niet van christenen die opgepompt zijn in geloof en in identiteit.
Het moet iets komen vanuit hier. De predikers kunnen roepen wat ze willen, maar als wij niet ten diepste ons losscheuren, ons hart openen en vervolgens alle drek eruit laten komen zonder enige schaamte. Dan zijn we in het licht, zegt de Bijbel. En dan gaat in vervulling wat Jezus Christus in Jesaja, wat daar gezegd werd. Er is een licht die schijnt en er zal sterker worden. En het licht schijnt op jou en elke vorm van duisternis zal uit mijn kerk zijn. En de poorten van de hel, dat staat weer in Matteüs 16. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Waarom? We zijn gefundeerd op Jezus Christus, op die gekruisigde. En dan kunnen de poorten van de hel niet overweldigd worden. Maar zolang wij nog niet begrijpen dat er een patroon is van schuld en schaamte en allerlei zonden die daar onder het kleedje allemaal ronddraaien. En vervolgens komen we in de kerk, doen we onze handen in de lucht. En dat moet je ook doen, want je moet op je stoel gaan staan, want je moet dankbaar zijn dat Christus Jezus jou heeft gered van alle rotzooi. Maar nu zegt hij vandaag, ik wil het kostbaarste wat meer is dan goud en dat is je hart. Het diepste wat ik in je heb gelegd is mijn hart. Voor jou. Halleluja. Dus waar moeten we van bekeerd worden? Ik geloof dat er een aantal dingen zijn in de Bijbel. Wat we net lazen in Handelingen 26, is dat de Bijbel zegt, is dat we loskomen moeten komen, ook vanuit de macht van de Satan. Heel vaak wordt dat helemaal niet gepredikt. Maar de macht van de Satan tot God is dat we niet alleen maar bekeren van iets, maar tot iets. Niet van, dus we hakken niet de boom alleen maar af op de stam, waardoor er weer nieuwe dingen kunnen groeien. Nee, maar we helemaal diep van binnen wordt er iets veranderd. De macht van de Satan, de macht van de zonde, wat in je hart, het systeem wat daar draaide, dat is wat weg wordt genomen. Dat is waar Satan regeert en troont nog steeds in jouw leven, want hij regeert door de leugen. En je kunt het willen of niet, maar de duivel zegt, hij is een rover, hij is een steler. Hij steelt van jouw bestemming, hij steelt van je roeping. Hij knabbelt aan je geloof voor datgene wat God op jouw leven heeft gelegd. Maar het zit er wel, want hij zegt al voor de grondlegging van de wereld, heb ik het in jou gelegd. That's the truth. Halleluja. Ik weet het al. Dat is de eerste bekering. Ik vond het mooi wat je net zei. Dat je naar Israël bent geweest. En als je daar dan bent, dan gaat er een wereld voor je open. Wij hadden ooit een leraar. Die is 7, 8 jaar lang een rabbi geweest. Vervuld met de Heilige Geest. En die man die begon het woord te openen in onze Bijbelschool. En de Bijbel, net zoals de emmersgangers. Wat mijn hart niet brandende. Toen ik het woord van God, toen hij de schriften opende. Deze man, die had zoveel kennis. Eerst dacht ik dat ik heel veel wist. Voordat ik al de Bijbelschool. Het was al heel wat eigenlijk. En toen zat ik daar en toen dacht ik weet helemaal niets. Ik weet helemaal niets. Als dat je vertrekpunt is, dan zit je goed, want dan ga je tot een hoger level. Dan kun je klimmen. Dan kun je God werkelijk gaan kennen. Prijs de Heer. Uiteindelijk moeten we ons bekeren van onze cultuur waarin we zitten. De Calvijncultuur. Het deken die is gekomen van religie over Nederland. De eigenzinnigheid in het land. Die er soms zit. De hoogmoed die er is opgekomen. Soms moet je losscheuren uit de cultuur waaruit je komt. Want er zitten allerlei dingen. Het is niet het koninkrijk van de hemel. Het koninkrijk der hemel is nog niet. Of het koninkrijk van de Nederlanden is nog niet het koninkrijk van de hemel. En vaak als je in andere landen komt, zeggen ze, ja, dat doen we hier nou helemaal zo. Ja, maar het koninkrijk van God niet. Dan zul je mee moeten afbreken. Ja, ik ben nou helemaal zo. Want zo ben je opgegroeid. Ja, ik heb nou helemaal eigenzinnig. De Bijbel zegt, eigenzinnigheid is als toverij. Zegt hij tegen Saul. Het gaat je niet verder brengen. Nederland, als Nederland nederig gaat worden. En de hoogmoed gaat afleggen. Dan moet jij eens zien wat er dan gaat gebeuren. Wat er dan gaat gebeuren. Wow. We moeten losscheuren uit de cultuur waaruit we vandaan komen. Soms ook uit je kerkcultuur.
kan belangrijk zijn om je los te scheuren vanuit bepaalde familiepatronen. Over relaties. Kun je daar veel over vertellen? Sommige mensen die al misschien al 50, 60 jaar zijn, die worden nog geregeerd door zijn moeder. Ze zijn nooit losgesneden. En dat is wat ik heel veel zie in het lichaam van Christus. Ze zitten daar, ze komen naar de kerk, ze zien er keurig uit, maar ze zitten allemaal vast aan elkaar. Ze zijn niet vrij. En of je nou uit de cultuur komt, waar dan ook, ja, dat is heel familiair, maakt niet uit. Ik ben familie van God geworden toen ik voor Jezus Christus koos. Ik ben de enige waar ik verantwoording voor moet afleggen, is voor Jezus Christus. Daarom is het zo belangrijk om los te komen. Toen ik met mijn ouders... Mijn moeder was een hele... Mijn moeder, ik heb een fantastische relatie met mijn moeder. Maar dit is heel belangrijk om dat te vertellen. Mijn moeder kon heel erg het bij mij zoeken dat ze haar vreugde bij mij vond. Dus als ik er dan iets niet goed deed, dan zei ze altijd... Stefan, je moet me wel... Je rooft mijn vreugde. Oftewel, ergens was er een bepaalde emotionele gebondenheid. En op een avond was ik bij iemand, was ik op gesprek bij iemand en toen hadden we Romeinen 6. En toen zei hij, wat er moet gebeuren in jouw leven is dat je los moet komen van je moeder. En wij baden een gebed en ik zei in de naam van Jezus, ik scheur nu deze band niet vanuit omdat ik los wil scheuren en ik wil haar niet meer lief hebben en ik wil afstand van haar nemen. Nee, ik wil haar lief hebben vanuit de liefde van God, maar dat kon ik niet, want ik zat eronder. En ik werd losgesneden en ik werd onder God gekoppeld. En wat gebeurde er toen? Boom! Er was gelijk vrijheid in mij. Ik begon te lachen, te gieren, te brullen. En ik ging door de straten, dansend door de straten, met Romeinen 6. Ik ben bevrijd. Ik ben geen slang en geen slaaf meer. Van de manipulatie en al die dingen. Dat komt omdat ik daarin op was gegroeid. En ik kwam thuis. En het was 12:30. En ik lag om 1:00. Lag ik rustig in mijn bed, in tongen te prevelen. Mijn moeder kon mijn kamer binnen. En weet je wat ze zei? Stefan, wat is er vanavond gebeurd? Ze wist van niks. Zie je hoe dat connect in de geestelijke wereld? Hoe diep dat zit? Sommige mensen zijn zo gekoppeld eraan. Waarom? Het zijn banden waardoor je uiteindelijk niet in je bestemming gaat wandelen. En later kon ik ook echt daadwerkelijk de keuze maken. Toen wij gingen trouwen... Toen was onze trouwtekst niet over 1 Korinthe 13. Onze trouwtekst ging over wie zijn vader, moeder, broer, zus en kinderen niet verlaat, die kan geen discipel zijn. Dat was onze trouwpreek. Halleluja. Heb ik niet verzonnen. Sorry, schuld schuiven. Maar wat gebeurt is dat het echt iets losscheurt. En uiteindelijk is de macht van de zonde... is dat je loskomt uit pornografie, uit controle en al die dingen, al die zonden die je leven zijn binnengekomen, al die dingen waar je naar gegrepen hebt om uiteindelijk iets op te vullen. Weet je, hoeveel mannen zitten onder pornografie? Ik schrik me soms een hoedje. En niet om ze te veroordelen, maar gewoon omdat ik een hart heb voor hen. Want ik weet ook wat het is om onder die schaamte. Wat ik tegen jou wil zeggen... is dat ik nu in de ogen van mijn vrouw kan kijken. En ze kijkt mij aan. En dan ziet ze een reine man in mijn ogen. In de ogen. En dat komt door het werk van de Heilige Geest door mij heen. Maar er zijn nog zoveel mannen die zich laten binden door dit stuk. En onder de diepe schaamte in de gemeente laten we het maar toe. En ze hebben het onder de deken en we proberen maar verder te gaan. En we proberen verder te gaan. Het gaat je niet lukken, want elke keer op het moment dat God jou in je bestemming heeft gezet, zal hij je pootje haken, want hij heeft de regie. En daarom is het belangrijk. Misschien moet je het zo meteen doen. Misschien moet je het thuis doen. Maar je moet er los van breken. Je moet er los van scheuren. Jezus was zo radicaal. Hij predikte een radicaal woord. Hij zegt dan, als je oog je verleidt, ruk hem dan uit. Niet dat je het moet doen. Maar het gaat om de hartsgesteldheid, over afwijzing, over controle, over al die dingen. Het moet losgescheurd worden. Anders kan God je niet verhogen. De Bijbel zegt, hij zal de nederige zal hij verhogen. En de mensen die hoogmoedig blijven, die zullen neerwaarts gaan.
Het is de liefde van de Vader die zegt, mijn liefde drijft elke vorm van vrees uit. Het drijft de macht van de zonde uit. Het drijft alles uit. Maar je moet toekeren naar de radicale liefde van God. Je moet je hart wagenwijd openzetten en in het licht komen van Jezus Christus en zeggen, Heer, ik heb het verknald. Er is dit gebeurd, er is dat gebeurd. En je noemt het bij naam. En je gaat naar je partner of je gaat naar de persoon toe waarin je denkt, ik moet het openen. En als het licht dan komt, zul je loskomen van de duisternis. En zul je in vrijheid wandelen in de naam van Jezus. Want God wil niet dat zijn kerk gebonden is, maar hij heeft zijn leven gegeven. Omdat het rein en stralend zal zijn op de dag dat hij terugkomt. En hij wil een kerk die vol gaat voor het koninkrijk. En die een regerende vergadering zal zijn in Nederland. Vol van de goedheid van God. Maar wat hebben wij voor getuigenis als wij niet open zijn? Hoe kunnen we anderen in die openheid brengen? Sorry dat ik zo schreeuw, maar dit is het hart van God voor jou. Het is zijn liefde die op je deur klopt en zegt, joh, maak het allemaal uit, kan jou het schelen. Misschien heb je een week even geen gesprek, maar kan jou het schelen. Maar als je bevrijd bent, ben je voor altijd vrij, want dan laat je nooit meer toe. Halleluja. Dus als jij zegt, ik moet mijn knieën buigen vandaag. Ik wil de trots afleggen. En ik wil leven vanuit mijn hart. Ik wil leven vanuit de geest van God. Ik wil niet meer vertrouwen op mijn eigen kracht, maar ik wil steunen op de kracht van de geliefde. Ik wil dus de stroom van genade die altijd in mijn leven was, die wil ik terug hebben. Ik sta niet langer meer toe dat de stroom van genade, dat daar blokkades in komen. Gods liefde verandert nooit, ook als je zondigt. Maar het is voor jezelf. God zegt, het is voor jezelf. Want ik heb jou al lang vrijgekocht. Ik heb jou alles al gegeven. Maar het zit nu op slot. Want je bent gevangen in de schuld. Je bent gevangen onder de schaamte. Je hebt je laten ringeloren. Door de leugen. En God zegt, vandaag. Mijn liefde voor jou is beschikbaar. Mijn hart is wagenwijd open. Om te ontvangen. Halleluja. En als je hierop wil antwoorden vandaag. En jij zegt, ja, ik moet gewoon dingen echt. Ik moet het radicaal van me af gaan scheuren. Want ik wil gaan wandelen in de bestemming die God op mijn leven heeft gelegd. Ik weet dat er heel veel kinderen binnenkomen en dat het afleidt. Dat snap ik. Maar weet je, voor heel veel mensen kan dit vandaag de doorbraak zijn. Om gewoon je hart te openen. En uit de schaamte te stappen, want midden in de gemeente is best lastig, maar de Bijbel geeft het wel aan. In Timotheus. Timotheus zegt, is dat zelfs voor de gemeente werden zonden beleden, om uiteindelijk te laten zien hoe de grenzen bepaald worden in het huis van God. Niet om jouw angst aan te jagen, maar om duidelijk aan te geven dat zonde de bestemming van de kerk kapot maakt. Het maakt het niet van een reagerende vergadering, maar naar een monument. Niet meer dan een monument. Dan hebben we gewoon elke week onze samenkomsten. En ik weet dat hier heel veel kracht is. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die al in de versnelling 8 zitten. Maar ik ervoer in mijn geest dat er een aantal mensen zijn die in de versnelling 8 zitten. Maar die de versnelling 1, 2 en 3 zijn overgeslagen. En ze wandelen in de zalving. Maar de zalving is niet de goedkeuring voor wat er in je hart leeft. Want God ziet het hart aan. En niet wat je doet. En de zalving is maar een ding. De zalving stroomt gewoon. De zalving is op een mens geplaatst, is op jou geplaatst, is op mij geplaatst. Dat is het probleem niet. Dat heeft iedereen. Maar het hart. Halleluja. Laten we gaan staan. Ik bid op dit moment, Vader. Op dit moment, alle schaamte wordt weggenomen. Dat diepe schuld wordt aangeraakt in harten. Dat mensen zullen weten, op dit moment wil ik me gewoon bekeren. Ik wil mijn hart helemaal openen. Ik ga verantwoordelijkheid nemen. Ik ga verantwoordelijkheid nemen over de keuzes die ik gemaakt heb.
Je beleidt het, je opent je hart. En je begint de waarheid opnieuw aan te nemen op dat gebied. En je zegt, ik ben rein en stralend en ik ben helemaal gerechtvaardigd door het bloed van Jezus. En nu bevestig ik dat door helemaal mijn hart te openen voor u. En het niet langer onder een dekentje te laten zitten. Maar ik word echt met u vandaag. Dus als je zegt, ja, dat ben ik. Ik moet gewoon loskomen van die schuld, van die dingen, van al die, kom vooraan. Begin gewoon hier te knielen. Begin gewoon hier te knielen. In Jezus' naam. Begin gewoon te knielen. En word gelanceerd. En word gewoon gelanceerd. Word gewoon gelanceerd. De Bijbel zegt, de nederigen van hart zullen gelanceerd worden omhoog. En als je gewoon alles bij toenaam noemt. Dat je hart opent. En duidelijk aangeeft. Dit is het. Ik wil niet langer meer zijn. Onder dit juk. In Jezus' naam. Het juk zal verbroken worden in de naam van Jezus. Over deze levens. Er zal een kroon. Ze zullen gekroond worden met goede tierenheid en met trouw. In Jezus' naam. Word bevrijd van het juk in Jezus' naam. Halleluja. Halleluja. In Jezus' naam. Word verlost. Word verlost in het diepste van je binnenste. Dit moment in de naam van Jezus. Alles komt eruit op dit moment in Jezus' naam. De diepe pijn in Jezus' naam. Een nieuw hart en een nieuwe geest in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Dat je helemaal loskomt. Dat je volledig wordt bevrijd van het juk in Jezus' naam. Dat je volledig wordt bevrijd in de naam van Jezus. Dat de kracht van de Heilige Geest je overweldigt in Jezus' naam. Op dit moment. Dat er diepe genezing zal zijn in je geest, ziel en lichaam. Halleluja. In de naam van Jezus. Dat je los zal komen. Het helemaal open zal gebroken worden in Jezus' naam. Los in Jezus' naam. De macht van de zonde wordt er totaal uit je getrokken. In Jezus' naam. Je zult een nieuw mens ervaren worden. In de naam van Jezus. Je weet gewoon. Ah, nu ben ik een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. In Jezus' naam. Halleluja. Halleluja. Dank u, Jezus, voor een diep werk van de Heilige Geest in jouw binnenste. Halleluja. Dat alles wordt losgebroken, opengebroken. In Jezus' naam. Halleluja. De naam van Jezus. Oh, rabanda da da labandi. In Jezus' naam. Wordt verlost. Amen. Amen. Is er een gebedsteam? Gaan jullie maar aan de slag. Dat God een werk wil doen op een plek waar je staat. Er zijn mensen, voor het eerst voel je eigenlijk wat het is als de Heilige Geest komt met een stuk overtuiging en tot je hart spreekt. Het is nog een tweede om te komen hier naar voren, maar ik geloof dat er mensen zijn en je zit op je plek. En God wil echt dat banden van minderwaardigheid en banden van afwijzing, banden met verkeerde familiebanden, waardoor je altijd zit onder manipulatie van een bepaald persoon waar God je wel van wil vrijmaken. Dat op dit moment vrijheid komt op de plek waar je bent, in Jezus' naam. En terwijl we aanbidden en terwijl we God groot maken, geloof ik dat God op dit moment, ook op de plek waar je bent, als je God de ruimte geeft, laat de Heilige Geest het doen, zul je merken, je komt vrij. Maar zoals Stefan net zei, noem het, benoem het. Op het moment dat je het namelijk noemt, geef die binding of die gebondenheid of die verkeerde verbondenheid, benoem het.
en zeg op dit moment, stopt het in Jezus' naam. Ik geef het over aan u en ik bekeer me. Wat een geweldige verlossing. Wat een enorme kracht in het leven van een christen. Dat je je ergens in de geest van kan afkeren, losgescheurd kan worden en vervolgens in vrijheid kan doorgaan. Amen. Dus als we de Heer groot maken, neem verantwoordelijkheid over datgene wat je probeert heeft proberen vast te houden. En op de plek waar je bent, ontvang de vrijheid die God voor je heeft. Zonder enig gevoel van schaamte. Zonder enig gevoel van schande. Omdat de Heer je volledig geaccepteerd heeft. Rechtvaardig verklaard in het bloed van Jezus. Maar het is tijd dat de banden van de duisternis gebroken worden in je leven. Amen. 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 Halleluja. Buigen voor de koning, laat elke tong belijden, hij is Heer, met de stem. Laat ons samen met de hemel zingen, hij, oh, zing het uit, u bent hij. Laat het nog een keer zingen, elke knie. Laat elke knie buigen voor de koning. Laat elke tong belijden, hij is Heer. Verhef je stem. Laat ons samen met de hemel zingen. Want ik ben heilig, zegt de Heer. Wees heilig, want ik ben heilig. Heilig jezelf voor mij. Heilig jezelf voor mij.
heilig jezelf voor mij. Zet jezelf apart voor mij, zegt de Heer. Laat je reinigen door mijn water, zegt de Heer. Reinig jouw hart voor mij. Reinig je hart voor mij. Oh, 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 oh. Wees heilig, want ik ben heilig. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt de Heer. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt de Heer. Laten we zingen elke knie. Laat elke knie buigen voor de koning. Laat elke tong belijden, hij is Heer. Verhef je stem. Laat ons samen met de hemel zingen. Afsluiten. Bedankt Stefan voor je gehoorzaamheid aan de stem van de geest om het woord vrij te zetten. Halleluja, we zijn gezegend. Amen. Door dit woord deze morgen. Prijs de Heer. Dank u Jezus. Dank u Heren. Volk van God, ontvang de zegen van de Heer, want gezegend ben je met elke geestelijke zegen in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Maar hef je handen eens op. Dat de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest met u allen zijn. Wees gezegend in de naam van de Heer Jezus Christus. En het volk van God zegt amen en amen. Lieve mensen, God zegen, wel thuis, tot de volgende keer. Ga in de kracht van God. Amen, amen. Ontzettend bedankt voor het kijken. We geloven dat je iets bijzonders, iets specifieks hebt mogen ontvangen vanuit God. Misschien wel tussen de regels door, maar je ervaart Gods liefde gaat uit naar jou. Wil je reageren op de boodschap of iets wat je hebt gezien of hebt ontvangen? Laat het ons weten via info@jubilee.nl. Maar ook als je een specifiek gebedsverzoek hebt. We hebben een gebedsteam klaar om voor jou te bidden. En stuur dan een mail naar prayer@jubilee.nl. Raak met ons verbonden via een van onze socials. Facebook, Instagram, YouTube of natuurlijk via onze website www.jubilee.nl. Uiteraard ben je van harte welkom om onze samenkomst hier live te bezoeken in het Brabantse Geertruidenberg. Sowieso elke zondagmorgen om 10 uur. Bedankt nogmaals. Tot ziens. God zegen. Weet je dat hij je overroept? Weet je dat hij je dieper roept? Weet je dat er meer is voor jou dan wat je nu ervaart of denkt? Weet je dat jij er echt toe doet? Weet je dat jij van waarde bent? Weet je dat jij een impact maakt, omdat hij door jou heen bent? Ik zoek mij uit naar u, laat alles los van u. Dan wat ik denk ik krijg.